Daphne Schippers, finale net gehad, 7-14. Mooi toernooi. Ja, zeker een mooi toernooi. Mijn voorbereiding was natuurlijk niet ideaal. Ik loop nu gewoon 3 keer onder mijn PR en het hardst in de finale. En ja, ben ondanks gewoon niet een hele geweldige start, trok ik hem goed door. En ja, ik kan hier zeker blij mee zijn. Ja, we bijvoorbeeld geloof EK Helsinki zagen dat je inderdaad in een halve finale of in de series heel hard liep en daarna nog goed. Kun je nu anders mee omgaan? 3 stabiele races. Nou, dit is natuurlijk 60. Je gaat iets minder stuk dan op een 200. En 200 heb ik nog nooit niet zo heel vaak gedaan. 3 keer achter elkaar natuurlijk. In de meerkamp zit altijd 1. Dan heb je andere soort vermoeidheid dan 3 keer in 200. Hier kan je aardig doorlopen. En dat was ook de bedoeling om in de series gewoon al lekker hard te lopen. Zodat ik in de goede halve finale zou komen. En de finale, halve finale, gewoon lekker te lopen. En dan de finale gewoon weer hard. Als je die tijden hier zag, daar is hij wel heel hard gelopen, hè? Er is heel hard gelopen. Zeker als je van tevoren keek wat voor tijden er stonden. Dan was de snelste volgens mij 12. En voor de rest viel het nog wel, niet tegen. Maar wel als je het vergelijkt met wat ze in de finale gelopen hebben, ja. Voor jou zelf, de start, alles, die race. Was er nog zoiets van, nou, iets had anders beter gekund of nee? Ja, de start had echt een stuk beter gekund. Ik stapte een beetje mijn blok uit, zag ik net ook in de herhaling. Dus het gevoel klopte wel een beetje met wat je zag. En ja, maar ik trok hem wel goed door en ik probeerde hem echt in ontspanning te houden. En dat was in de halve finale iets lastiger, want net wat ik komen in ging, kreeg ik kramp in mijn linker hamstring. Maar ja, op dat moment kon de fysiotherapeut niet zoveel voor me doen. En gewoon gelopen en ik was blij dat ik hem goed doorgekomen was. En net even de hamstrings goed losgekregen. En het heeft goede resultaten opgeleverd. Dankjewel. Alsjeblieft.